Na meer dan 20 jaar 2-meter-sessies op de Nederlandse televisie en radio is er natuurlijk een geweldig archief gevormd. Aan iedere opname kleeft wel een leuk of spannend verhaal. En wie kan deze beter delen met ons dan de televisie- en radiomaker himself? Goedemiddag, Jan Douwe-Kroeske. Fijn dat je er bent. Ken je Jan Douwe-Kroeske? Leuk? Van gezicht? Ja. Van gelaat? Zegt mij dat iets? Ja. Ja. Maar niet echt... Waarschijnlijk als je langs de Nederlandse posten gegaan bent vroeger. Ja, want dat zal het zijn. Ja, waarschijnlijk, ja. Wat hielden die 2-meter-sessies in, al die verschillende programma's die je daar rond hebt gemaakt? 2-meter-sessies was een onderdeel in mijn radioprogramma. Mijn radioprogramma was 2 meter de lucht in, vanwege die 2 meter lengte. Ja, want je bent heel groot, hè? Ik ben heel groot, ja. Ik blijf zitten, ja. Ik ben heel groot. En we noemen dat onderdeel 2-meter-sessie omdat we het leuk vonden om een intiem onderdeel in het radioprogramma te hebben. Mm-hmm. Waarin je muzikanten niet alleen aan de tand voelt in een interview, maar ook iets laat doen. Ja. Iets laat zingen. Mm-hmm. En het liefst met hun eigen apparatuur. En we begonnen heel klein, omdat we heel weinig financiële mogelijkheden hadden om gekke dingen te doen. Ja. Want geen uitgebreide studiofaciliteiten. Maar met de jaren is het wel gegroeid. Ja. En met de jaren is het archief dus ook gegroeid. En we begonnen ooit in mei 1987 mm-hmm. met de Nieuw-Zeelandse band Crowded House. Ja. Don't Dream It's Over. Kennen we allemaal. Mm-hmm. En tot op de dag van vandaag maken we nog steeds 2-meter-sessies. Ja. Zowel voor radio als voor televisie. Ja, ja. Ik heb nog wat beelden gevonden van 2001, waar je ook Coldplay hebt uitgenodigd. Ja. Misschien dat we daar een stukje nog van kunnen laten zien. Mooi. Hier zien we de mannen van Coldplay en vaak nodigde je de groep ook uit vooraleer ze eigenlijk het grote succes kenden. Hè? Ja, ik moet je zeggen dat het niet alleen heel dankbaar is om dat te doen, maar het is ook het makkelijkste. Mm-hmm. Want artiesten die aan het begin van hun carrière staan, die willen nog heel veel tijd vrijmaken voor promotie. Die hebben ook vaak nog tijd om promotie te doen, om naar radio- en televisieprogramma's te komen. Op het moment dat ze eenmaal op de grote posters staan van de festivals, dan worden ze zo geleefd. Ja. Laat onverlet dat we ook op belangrijke momenten artiesten wel in de 2-meter-studio hadden die ook al gevierd en groot waren. Dus toch wel, dat is een mooie bundeling. Plus dat we ook altijd vrienden hebben die regelmatig terugkomen. Dat is leuk. Ja, en ondertussen kennen ze jou natuurlijk ook al. Ja. Maar was het dan ook niet zo dat iedereen op het laatst een beetje vereerd was dat ze in jouw programma mochten opduiken? Want ja, als jij het zei, dan zou het wel uitgroeien tot een succes, niet? Ja, ik merk dat met name bij Nederlandse en Belgische groepen heel erg. Ja. Dat die het heel prettig vinden om een 2-meter-sessie te doen. Dat ze ook vaak zeggen, goh, we gaan een 2-meter-sessie doen, geweldig. Ja, ja. En dat komt niet door mij, maar dat komt door dat archief natuurlijk, mm-hmm. wat is opgebouwd. Want om in dat rijtje te kunnen staan. Hè? Ja, want het is op radio geweest. We hebben het hier in België bij Stubru gedaan, 7 jaar lang. Mm-hmm. We hebben het in Nederland op televisie en op radio gedaan. En mensen die keken en die luisterden en die zagen al die en hoorden al die artiesten voorbij komen. En dan zoiets van, oh, dat is wel, oh, en die ook, en die ook. Ja, ja. En dat telt met de jaren natuurlijk, een archief. Ja. Dat gaat, en soms is dat heel prettig, maar er zijn ook wel momenten dat ik denk van nu even niet. Ja, tuurlijk. Maar in een archief gaat ik aan je rug lopen trekken en denk ik, oh ja, we hebben er al 1500 opgenomen. Ja, maar ik heb er nog steeds geen genoeg van, dat is het gekke. Nee.